Zo, we zullen eens gaan kijken naar onze nieuwe aanwinst. Zo. En Thijs, wat vind je ervan? Daar heb ik ook gas in gezeten volgens mij. Ik ook. Is te veel. Zo. Nou, ik moet zeggen, de auto's die we krijgen worden er niet beter op. Ik vind hem roestig. Deze is helemaal aangevreten. Ja, inderdaad helemaal, ja. En een hoepelstuur. Tja. Zeg eens, Thijs, wat vind je van dit interieur? Gewoon heel... Sober. Spartaans. Sober, maar wel degelijk. Ja. Ja, is wel fijn ook. Kun je met je vuile kleren in gaan zitten, want al het vuil valt gewoon door de stoel heen. Oh, ik zie hier ook... Speakers. Ja, ja, stereo systeem. Er zitten geen ramen in die kapot kunnen en zo. Ja. En, degelijkheid. Geen overbodig gewicht meer. Nou, hier ligt de radio nog. Er zit nog een cd in. Nou. Weet je, ik heb wel zin in een beetje ochtendgymnastiek. Jullie gaan bewijzen dat een auto niks meer waard is. Waarom een graafmachine? Ja. We hebben de Milo. Hij moet naar binnen. Haal ze toch maar naar buiten. Ja, inderdaad. Dat is ook goed. Ik krijg allemaal vieze broertjes te boven. Ja, jas maar uit, ja. Laat maar eens zien, die achtergymnastiek voor jou. Ja, maar helemaal alleen. Ja, tuurlijk. Jij wil achtergymnastiek, ik niet. Toch vind ik auto's kapot maken leuker als ze rijden. Minder vermoeiend. Jawel hè. Dat is goed. Net mis is ook helemaal mis natuurlijk. Ja, is niet mis. Nee, toch?